Een spoorwegmonteur is werkzaam binnen de spoorbranche of spoorbouw. Het beroep spoorwegmonteur bestaat uit verschillende werkzaamheden, zoals het onderhouden en opbouwen van sporen, overwegen en wissels. Welke werkzaamheden een spoorwegmonteur precies uitvoert, is afhankelijk van de opleiding die de spoorwegmonteur genoten heeft, omdat voor de meeste werkzaamheden aparte opleidingen of certificaten behaald moeten worden. Zo mag een spoorwegmonteur bijvoorbeeld alleen wissels slijpen als hij of zij het certificaat wisselslijper behaald heeft. Ook voor installatietechnische werkzaamheden worden specifieke opleidingen verwacht. Binnen de spoorbouw bestaan dan ook uiteenlopende soorten beroepen op verschillende niveaus, die om verschillende opleidingen vragen. Daarnaast worden er speciale eisen gesteld met betrekking tot het veilig werken omdat er strenge veiligheidsprotocollen van toepassing zijn. Het beroep spoorwegmonteur moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat een spoorwegmonteur verantwoordelijk kan zijn voor verschillende werkzaamheden. In de meeste gevallen zal een spoorwegmonteur samenwerken met verschillende collega's, die allemaal verantwoordelijk kunnen zijn voor specifieke werkzaamheden. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verschillende niveaus. Als we spreken van het beroep spoorwegmonteur. Naast het uitvoeren van onderhoud kan een spoorwegmonteur verantwoordelijk zijn voor het verrichten van metingen en algemene controles. In het algemeen moet het beroep spoorwegmonteur gezien worden als een beroep op minimaal MBO niveau 3 afhankelijk van de soort werkzaamheden. Het is verder niet mogelijk om de inhoudelijke werkzaamheden van een spoorwegmonteur te omschrijven omdat er veel verschillende specialisaties zijn binnen de spoorbouw.